Welkom weer bij een nieuwe vlog. Vandaag is het donderdag. We gaan direct wat leuks doen eigenlijk. Want we gaan naar Dennis toe en dan gaan we van die pizzaatjes maken. Borstje is er ook. En de katten ook. Katara zit daar. Blisje zit denk ik boven. Hierboven in de koelkast staat al wat groente. Dat nemen we zelf mee. Ik heb alvast even gesneden. Hier is ui en hier zit tomaat in. En daar is paprika. We hebben trouwens ook dit gekocht gisteren. Want we willen binnenkort pannenkoeken eten. Maar ik heb gewoon het gevoel dat heel veel melk gewoon bij mij niet echt zo heel lekker valt. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon proberen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat binnenkort. Dat zal nog wel in deze vlog zijn. Hierachter staat trouwens een puzzel. Een tijd geleden heeft Johannes deze gepuzzeld. En die willen we eigenlijk wel graag ophangen aan de muur. Daarom zit hij al in een lijst. Maar het is wel grappig, want dat is allemaal groente. Dat wou ik ooit, omdat dat me misschien motiveert om groente te eten. En jij wil vast wat lekkere brokjes. Wil jij ook onder brokjes? Nou ben ik benieuwd welke van de twee ze kiest. Dat is het hondenbrokje. Hoor ik daar Blisje? Hallo. Zometeen gaan we ook nog wat gitaarsnaren halen. Want mijn vader gaat nieuwe snaren op mijn gitaar zetten. Ik heb hem binnenkort weer nodig, die gitaar. En hij heeft gewoon veel handigheid in het vervangen van snaren, vind ik. En ja, dan kunnen we ook even een mixertje omruilen. Want we hebben een mixertje van hem. En die gaat weer naar hem en dan krijgen wij weer een andere mee. En naar mijne? Ja. Het ziet er ook anders uit. Precies, even ook. Oh. En dan hebben we nog eieren nodig, zeker? Ja. Dan wordt de helft van de melk erbij. Ik ben zo benieuwd hoe het is met deze melk. Ja, klopt. Alleen dan moet je even op een smaller bord, want anders doe je tussen die spijt. Nee, dat kan ook. Dat komt in het pannenkoeken. Dat komt wel ook. Dank je wel. Pannenkoeken zijn klaar. Ik heb al één op mijn bord. En ik heb hier nog wat kaas wat ik erop kan doen. En dit zijn blauwe bessen wat erop kan. En daar is jouw voorraad. Lekker. Ja, ik kwam er niks tegen. Ik had het minder lekker verwacht. Maar mag dus een stukje van jouw pannenkoek? Ja. Het lukt wel bij me. Ik weet niet, het zegt me niet zoveel. Niet heel veel het verschil, maar volgens mij is het omdat het volkoren mix is ook gewoon. Het is allebei goed geworden. Maar ik merk wel degelijk smaakverschil. Hm. En wat was het verschil dan? De deeg heeft een beetje meer smaak als jammer. Mij hè? Ja. Ik heb de deur alvast even opengezet. Ik hoop dat ze het gewoon daar neer kunnen leggen. En dat ik er niet mee hoef te slepen. Daar is het dan. Dit is de vloer die we hadden besteld. We moeten boven namelijk het laminaat eruit halen vanwege een beschadiging. Ergens door een lekkage. En we doen gewoon even zo makkelijk mogelijk weer een vloer erin. En dit is dus vinyl. Zo'n stijl. En dan de gitaar nog mee. Het is zaterdagochtend en het is nog vroeg. We zijn onderweg naar mijn ouders huis. Met de gitaar, de mixer, de gitaarsnaren. En we nemen hun auto en de car mee terug. Want boven gaat Johannes een vloertje eruit halen. Op zijn kleine kamertje. Goedemorgen. Hoi. Mixer. Ik dacht niet net zo. Oh ja, dat zijn dezelfde schoenen die ik had. Ja. Lang niet gehad, zo. We hebben even wat boodschappen gehad tussendoor en nu zijn we weer onderweg naar huis. En Judith en Lisa die komen straks om te repeteren. En oh ja, ik had al verteld dat jij de vloer eruit ging halen. Ja. We hebben nu dus een karretje achter de auto. Dus dan kan de vloer naar de start worden gebracht. En ondertussen worden mijn gitaarsnaren vervangen en halen we die vanmiddag weer op. En dan brengen we dus ook het karretje weer terug. Ja,
kamertje is leeg. Op een paar spullen na, maar dit is nodig. En dan gaat dus de vloer eruit zo. De laatste keer de vloer op beeld. Ik ben benieuwd hoe het gaat lijken. En de rest moet natuurlijk ook nog af. Maar dit is maar even. Kom eens. Gaat zitten. Oh. Ja, ja, ja. Wow. Af. Dat zag heel zielig uit. Ja. Nog een keer? Ik heb niks meer. Zo net had ik, vulde ik gewoon een normale maat, zeg maar. Say something, I'm giving up on you. I'm saying goodbye. Mijn zussen zijn net naar huis toe en Johannes is boven bezig met de behang afstomen. Die heeft hij zo straks ook nog opgehaald. En hij heeft de vloer ook al weggebracht ondertussen. De vloer die hij eruit had gehaald. Even kijken. Er zit een drempel in alvast. Die zat er niet. Hoe is het hier? Goed. Oeh, benauwd. Boven zit er allemaal klaar. Daar ligt dat ding weer. De behang afstomen. Oh, een water uit. Ja, klopt. En dan moeten we dus een nieuwe ondervloer nog ophalen. Mm-hmm. Ben je bijna klaar met deze muur? Ja, onderste stuk. Nou, het bovenstuk is helemaal klaar. In de bouwmarkt. Ja, wat kan ik gaan voor? Ik vind iets neutraals wel leuk. Het gaat er vandoor. Ja. Het is ook zo lichtvol. Het is inmiddels alweer het einde van de middag en we gaan nu de auto en de kar terugbrengen en dan de gitaar weer ophalen en dan de mixertje. Ik ben benieuwd. Hallo. Hey. Voor 1 en 2. Die kan gewoon hier de microfoons. Daar kan de gitaar en de microfoons. Ja. Kunnen daar. Zijn we weer. Eindelijk. Wat een dag hè, Borisje. Het ruikt hier nog helemaal naar... bezoek. Dat is wel vaker zo. Als er dan iemand op langs is geweest. Mm-hmm. Oh ja, ik heb ook nog pannenkoekjes. Hallo, hallo. We staan bij de McDrive. Het is nog vroeg in de ochtend. En de politie is er ook. Die staan ergens voor ons. Wat zouden ze gaan doen? Staan ze jou daarop te wachten? Moet wel. Waar was jij anders te vinden dan hier? We hebben hier een heerlijk bakje koffie, hopen we. Ja. En jij hebt een lekker ontbijtje. Lust jij wel stroop op pannenkoeken? Jawel. Doe je thuis toch nooit? Ja, klopt. Pannenkoek. Dit augurkje is uit het papiertje gewaaid. En hij reist er met ons mee. Oh ja, en dat ding moest om 4 uur terug. Ja, en dit zouden we ook helemaal met behang doen. Ja. Ja. Die van schilderen. Vandaag gaan we weer verder met het kleine kamertje. Moet van alles gebeuren, zoals je misschien al hoort. Stap 1, kamer weer leeghalen en dan die ondervloer eruit. Nou, naar beneden met het spul. Lunchtime. Dit vind ik echt overheerlijk tegenwoordig. En super makkelijk, gewoon uit de vriezer. Heerlijk. Wat een weertje hier buiten. Ja. Gewoon regen. Afgeplakt. Perfect. Taartje. En dan Liesje en Boris. Middelen brokjes. Het is de volgende ochtend, ik kom net mijn bed uit. Ik ben heel benieuwd hoe de verf lijkt zo in het licht. Oh ja, ziet er goed uit. Geen gekke vlekken of zo. Daar ben ik heel tevreden over. Nou, dan moet die ondervloer er nog onder. En dan moeten we nog natuurlijk
hiermee verder. De zon schijnt een keer, terwijl ik mijn bed uitkom. Heerlijk, daar voel ik me veel prettiger bij. Want we hebben dagen regen gehad. Toch invloed op je stemming, behoorlijk. Die vloer ligt hier dus nog. Maar ja, hopelijk gaan we daar binnenkort mee verder. Ik neem even lekker een bakje koffie. En dan ga ik zo meteen even in de achtertuin het hek laten zien. Ik had namelijk gezegd dat in de vlogs dat nog voorbij zou komen. Het is nog niet af, maar het is wel al een stuk gevorderd. Er staat wel een deel, dus even een hek update. En dan hopelijk ook in de volgende vlog dat dat hek helemaal klaar is. En de tuin is dus ook nog een beetje in bende. Want ach ja, ik kan alles nu gaan herindelen en netjes maken. Dus ook niet zoveel zin tussen alle troep door. De koffie is op inmiddels, dus we gaan nu even kijken in de achtertuin. Het hek in wording. Of schutting trouwens. Dat was de schutting even voor nu. Hopelijk is in de volgende video het allemaal compleet en kan ik het helemaal gewoon laten zien. Ter afsluiting van deze vlog wil ik nog even wat vertellen over een tandartservaring. We gaan eerst even naar beelden kijken van toen ik daar net vandaan kwam. Dus dat komt nu in beeld. Ik was bij de tandarts zo net, zo straks, al eventjes geleden. Verdoving zit er nog volop in aan deze kant. Ik moest een gaatje vullen aan die kant, dus ik moest daar een prik en dan rondom die kies ook nog. En nou goed, normaal heb ik dus ook wel wat tandartsangst. Maar op zich was ik niet heel zenuwachtig. Ik vind het ook niet het allerergste als zo'n prik erin gaat of zo. Ja, ik vind het wel een beetje een eng idee, maar ik was er niet heel bang voor. En nou goed, toen ging die prik er dus in, maar toen had ik wel het gevoel dat bij mijn tong en bij mijn lip alsof die prik daar ook in zat. En ik voelde het ook al heel snel, dus het was best wel heel eng. En ik keek net ook even. Je ziet hier ook, sorry, rare beelden. Of nou ja, raar, een tandarts ziet het dus regelmatig. Echt een apart beroep vind ik dat, zo in iedereen's mond. Zoals je daar ziet zitten zo'n puntje. Ik weet niet of het zo duidelijk was. Dus ik denk van, blijkbaar ging die wel echt in mijn tong. Of er tegenaan of zo. Ik weet het niet precies. En dat zit dus ook op mijn tong, van die puntjes. En het was echt een drama daarna vooral, vond ik. Want ze gingen keihard duwen om iets in mijn mond te proppen wat er dan eigenlijk niet inging. Ik heb blijkbaar gewoon niet zo'n heel grote mond en wat moeite met dat ver open doen of zo. Dus ja, toen moest van alles in die mond wat ze erin wouden doen en zo'n doek eroverheen. Dan ging het helemaal zo over je neus en je kan nauwelijks praten. Op een gegeven moment wouden ze zo'n klem erin zetten dat je mond niet dicht kon doen. Toen zei ik, nou, dit wil ik helemaal niet. Want ik wil wel gewoon soms heel even tussendoor gewoon mijn mond dicht kunnen doen om die pijn hier zo bij de kaken, zeg maar, even te doorbreken en dan weer opnieuw in die houding te gaan. Maar goed, ze hadden dus van alles, allerlei van die hulpmiddelen. Zo'n klem wat er dan omheen moet en ik weet niet wat allemaal, maar dat paste allemaal niet. En ze gingen maar duwen en zo van, nou, en dan harder duwen. Oh, en uiteindelijk tot de conclusie dus komen van, nou, het wil niet, we doen gewoon zonder wat dingen of zo, ik weet niet precies. Wat ze nou allemaal weglieten en toen zei ze nog, nou, wil je dat we gaan tellen als we gaan boren of zo? Of, ik vertel het misschien een beetje dat het niet echt boren was, maar iets anders. Ik weet niet, maar volgens mij was het iets van boren of in ieder geval met zo'n ding. En ik dacht, nee, doe maar gewoon. Die verdoving die zit er toch in. Dus ik vind het wel goed zo. Nou, en toen ja, voelde ik me ook al weer slap worden op die stoel. En ik had rugpijn en het was allemaal heel veel moeite. En mijn mond ging de hele tijd automatisch blijkbaar een beetje dicht. En toen zei het weer mond open. En dacht ik, oké, moet hij dus weer verder open. En dan voelde ik soms ook als ik hem een tijdje lang open had zo'n trilling. Dat was echt heel moeilijk, zo'n trilling vanuit mijn mond zelf bedoel ik. Waarschijnlijk gaat het bij de meeste mensen niet zo. Dus als je bang bent voor de tandarts, moet je geen voorbeeld nemen aan deze video. Want ik snap ook wel dat als je gewoon een hele grote mond hebt en zo, je kan hem heel ver openen, dat ze dan gewoon hun gang kunnen gaan en dat het ook niet voor al die problemen zorgt. Maar goed. Nou, toen daarna kwam ik overeind van de tandartsstoel. Toen voelde ik me niet zo helder, dus ik hoorde wel wat er allemaal gebeurde en zo, maar ik sloeg het ook niet op. Want ze gingen tegen me praten en zo. Dus ik onthoud het niet. Dus. En ik weet niet, voelde ik me helemaal zo inwendig, een beetje trillerig en zo. Toen ging ik in de wachtkamer zitten en nog altijd blijven zitten. En toen zei ze dat ze de volgende afspraak geannuleerd had. Want ze durfde het niet aan om nog een keer te doen en zo. Daar zat geen gaatje, dus misschien vandaar dat ze het ook wel dan eruit halen, die afspraak. Alleen ze wilden daar een vulling een beetje anders doen, omdat het dan beter zou zitten. Maar omdat ze dus de zon moeilijk bij kunnen, is ze waarschijnlijk gedacht van laat maar gewoon even zitten zoals het nu is. Wat een ervaring weer. Nou, als je angst hebt voor tandarts, misschien moet je dit dan niet kijken. Maar het is natuurlijk niet zo omdat het bij mij zo gaat, dat het dan bij andere mensen ook zo gaat. Want het ging wel een beetje raar aan toe. Sowieso waren ze in het begin best wel aan het prutsen met een soort van doek wat ze erop wouden krijgen. Want dat zou dan handig zijn of zo.
En dat kregen ze nauwelijks voor elkaar. Dus het was echt heel erg getrek aan de mond. Omdat het verder open moest. En het lukt niet en het past niet. En dan ging het weer mis. En dan weer opnieuw. En dan raakte ze zelf natuurlijk ook een beetje gefrustreerd van dat het niet lukte wat ze wouden uitvoeren. Maar goed, uiteindelijk op een alternatieve manier had ze dat ding toch weer opgekregen. Blijkbaar was het dus zo belangrijk dat het met allerlei gepruts toch op moest. Die indruk krijg je dan. Hoewel ik dat doek volgens mij ook niet echt kende van iedere tandarts bezoeken, maar ik onthoud het ook nooit zo heel goed. En op een gegeven moment tijdens de behandeling, dat ze dus bezig waren met die gereedschap in je mond, knapte in één keer dat doek. Dus het was heel eng. En ook vooral dat gevoel van dat ze dan misschien dus uitschieten, want ze zitten met allerlei spul erbij, met het gevoel van dat doek zit ervoor. En in één keer valt dat doek weg, dus dan heb je ook meer kans op uitschieten. Wat me ook best wel beangstig in die hele ervaring is dat ze zei steeds dat ik mijn mond verder open moest doen. Want blijkbaar, nou het was dus een kies die behoorlijk wat achterin zat, zeg maar, konden ze daar gewoon dus niet goed bij. Dus het lukt mij gewoon niet om heel lang mijn mond wijd open te houden. Natuurlijk misschien even wel. Alleen om dan de hele tijd zo te blijven liggen. En dan ook al die druk die ze dan op je gezicht doen. Ja, ik vond het allemaal heel eng. En ook voor de volgende keren was het natuurlijk niet echt bemoedigend, deze hele toestand. Na de behandeling was ik helemaal misselijk. Het was voor mij intensief. Ik denk ook dat ik misselijk werd van het hele totaal. En ik doe natuurlijk ook niet expres dat ik mijn mond bijvoorbeeld niet ver genoeg open doe. Want ik snap zelf ook wel dat als je gewoon je mond wijd open doet, kunnen zij er goed bij. Dat je dan minder risico hebt op dat er iets misgaat. Dus ik doe juist ontzettend mijn best om hun alle ruimte te geven. Wat niet gaat, dat gaat niet. Maar ik vond het geen bemoedigende toestand. Dus het tandartsgedoe blijft een ding. Ik vind het heel jammer dat het zo aan toe gaat. Want ja, je wordt natuurlijk ook bang van oké, dus als er dan meer behandelingen komen. Ik heb daar stuit en het gaat nog net zo. Nou, ik weet niet. Ik heb niks over te zeggen. Nou ja, in ieder geval was dit de video voor deze keer. En tot in de volgende vlog. Hopelijk gaan we dan het eindresultaat zien van het kamertje en van de schutting. Maar dat moeten we nog even zien of het lukt. Tot de volgende keer. Doei!